ben vanuit de werkvoorbereiding bij veel projecten betrokken waar groen en ecologie een belangrijke factor zijn. Ik heb eigenlijk altijd al groene vingers gehad. Ik ben op de lagere tuinbouwschool begonnen als klein jongetje met de wens en de gedachte om hovenier te worden. Van daaruit ben ik doorgegroeid naar de middelbare en later de hogere tuinbouwschool en van daaruit bij de gemeente gekomen. Er staat zoveel groen in de Haag. Er is eigenlijk bij ieder project wel een boom of een bijzonder groen aspect betrokken. De verbindingsroute tussen Kijkduin en Scheveningen, maar ook bij de kadervervangingsprojecten waar we in de binnenstad oude kadermuren vervangen. En het vervangen van tramlijn 1, waar de Scheveningsweg een onderdeel van is. Het spoor was dermate slecht dat het niet langer kon blijven liggen. Wanneer we in de stad aan het werk zijn, dan kan het voorkomen dat er bomen binnen de werkgrenzen staan. Er moet van alles eigenlijk onderzocht worden. Daar roepen vaak deskundige bedrijven, externe partijen voor in. Dan laten we goed kijken naar de gezondheid van de boom, naar de omstandigheden, naar het wortelpakket, naar de grootte. Als alle voorwaarden goed zijn, dan gaan we kijken of we de boom kunnen laten staan. Als dat niet kan, gaan we kijken wat we kunnen doen om de boom eventueel te verplanten. We verplanten alleen maar bomen waarvan we zeker weten dat ze nog tientallen jaren kunnen blijven staan. Als een boom niet verplantbaar is, dan wordt hij gekapt en dan komt er altijd een nieuwe boom terug. Om ervoor te zorgen dat de lindes die we vandaag verplanten ideale omstandigheden krijgen, zodat ze nog jaren vooruit kunnen, hebben we een aantal voorbereidende werkzaamheden getroffen. We hebben elementen in de grond aangebracht waardoor er een bak ontstaat die gevuld kan worden met goede grond. Daaronder hebben we ook nog voedingspijlers naar het grondwater geboord en gevuld met die goede grond om nog tientallen jaren goed in te kunnen groeien.